Er is een medaille erbij. Wat moeten we verder met je? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat mag jij beslissen. Nee, het ging echt onwijs lekker. Ja, dit was het. Het was zo'n mooie rit. Wist je wat je aan het doen was? Nou, hard schaatsen. En ja, het gaat op het ogenblik echt heel makkelijk. Dat kan ik wel vertellen. Dus ja, het was eigenlijk aan de ene kant heel verrassend. Aan de andere kant, ik ging wel vol vertrouwen van start. Het lijkt wel of alles je gemakkelijk afgaat. Als ik je zie lopen, dan is het net of je zo'n 7 centimeter boven de grond zweeft. Zoiets. Ja, zelfs lopen gaat lekker. Ja, je weet wat ik bedoel? Ja, maar dat is gewoon misschien wel vorm. Ik weet het niet. Het gaat inderdaad lekker. En daar ben ik ook heel blij mee dat het lopen ook goed gaat. Want ik heb toch een tijd last gehad met mijn enkel. En dat is nu weer van de baan. Dus dat is mooi. In wat voor leven, in wat voor sfeer leef je op het ogenblik? Gewoon hoor. Dat is niet waar. Moet je eens kijken. Die horde mensen die daar allemaal staan te wachten. Ja, je wordt van hot naar haar gesleept. Hoe hou je alles op een rij? Nou, behoorlijk op jezelf inpraten. Van gewoon doorgaan. En nou ja, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar ik heb aan meerdere gezien dat als het even iets minder gaat, dat je dan ook toch niet meer zo bejubeld wordt. Als ik het even zo klein mag zeggen. Zo klein mag je het zeggen. Je stond te boek als een 3- en 5-kilometer rijdster. Waar haal je de moed vandaan om dan ook de 1500 meter te winnen? Nou, mijn basissnelheid is dit jaar een stuk hoger. En, hoe kom je eraan? Nou, puur door de training. Ik heb veel meer intervaltraining gedaan en duurwerk iets minder. Dus ik ben zelf ook niet zo heel erg overtuigd van die 5 kilometer straks. Maar wel dus van die kortere afstanden. En dat merkte ik dus ook al aan de 500 meter, want die ging me eigenlijk dit jaar ook veel makkelijker af als anders. Ken je je limieten eigenlijk? Op het ijs? Nog niet helemaal. Maar kijk, dit is natuurlijk een fantastisch snelle ijsbaan. En het is indoor, dat ligt me wel. Dus dan heb je alles mee en dan vind je het leuk. En dan gaat het eigenlijk toch wel een stuk makkelijker als dat je in de wind moet knokken met zijn zware sneeuwval en alles. Dat werkt gewoon op je hersens niet zo leuk in. Het feit dat je hier in december niet was, hè, dat heeft toen vreselijk veel pijn gedaan bij je. Het zou wel best eens een keer de verklaring kunnen zijn achter alles, of niet? Ja, ik ben er toch nog van overtuigd dat het allemaal zo gegaan is zoals het had moeten gaan. Dat is heel gek, maar ik denk dat het heel goed is geweest voor me. Ze hebben jou bijna niet gezien op de banen, met name de DDR-rijders. Ik denk dat het een hele mooie manier van afleiden is geweest. Nou, ik hoorde van Egbert zelfs dat ze het niet geloofden. Dat ze op het moment dat ik er dus niet was in december in Calgary, dat ze aan Jan en alle mannen hebben gevraagd van wat is er aan de hand. En dat ze het echt niet geloofden dat ik aan mijn voeten werd geopereerd. Ze dachten dat het een of andere tactiek was. Dus als je dat dan achteraf hoort, vind je dat natuurlijk wel leuk. Nou is deze 1500 meter, dat is de absolute genadesteek die je nu toebrengt in de DDR-ploegen. Hoe reageren die twee meiden op je? Wat zeggen ze tegen je? Ja, ze zijn heel sportief en ze feliciteren je gewoon, maar... Maar is dat sportief met toch een hard randje? Nee hoor, nee. Nee, kijk, ze hebben gewoon respect voor een goede tijd. En dat heb ik ook bij hun. En dat merk je ook echt dat het oprecht is hoor. Maar ja, het is natuurlijk best wel rot voor ze. Want zeker deze afstand was toch de koninginnenafstand van Kania. Weet je, dat heb je niet kunnen zien, want ze stond voor je. Zij stond te janken buiten de Wilhelmus. En jij? Ik zag het. Ja, toen had ik best wel met haar te doen. Ja, dat is gewoon heel lullig voor zo iemand. Want ja, het is heel makkelijk als je wint. Maar als je het moet verwerken om tweede te worden. Als je gewend bent om altijd eerste te worden, dan is het inderdaad niet zo leuk om tweede te worden een keer. En ik kan best wel met haar meevoelen. Vooral omdat dit waarschijnlijk haar laatste afstand was. En ze houdt ermee op. Ja, dat wil je toch altijd goed afsluiten. We hadden afgesproken dat we dit gesprek zouden opnemen, omdat nu een hele moeilijke fase voor je gaat beginnen. Je moet nu, hoe gek het ook klinkt, vroeg naar bed. Want je moet zo direct weer. Heb je enig idee of je dat ook weer aan kan? Ik bedoel dus die overbrugging, dat weer concentreren? Ja, dat is heel moeilijk. En ik denk ook dat je dat pas na de 5 kilometer kan zeggen. Maar aan de andere kant... Maar wat ga je nou doen? Ga je nu gewoon naar huis toe tanden poetsen, pyjama aan haar liggen? Nee, eerst even eten. En dan inderdaad... Dat ga je echt doen? Ja, nog even kletsen met een paar goede vrienden. En dan gewoon weer lekker naar bed. En dan zien we morgen weer hoe het verder gaat. Gezond weer op, heet dat. Ja, precies. En het duurt nog even hoor. Het is pas om 3 uur, dus ik heb nog even de tijd. Maar je blaakt van gezondheid hoor. Je ziet er steengoed uit, wist je dat? Dankjewel. Ja, maar het is eigenlijk hetzelfde als met een andere wedstrijd.
er wordt dan heel veel omheen gehangen, maar zelfs wij merken daar weinig van in dit dorp. Dus het is gewoon maar een wedstrijd. Dus, ja. Gewoon maar een wedstrijd, ja, op mevrouw. Ja, tuurlijk, maar... Even kijken wat er op je schoot ligt? Ja, dat is ook wel zo. Maar ik denk dat ik pas later besef dat het inderdaad een heel belangrijk toernooi was. Maar dat heb ik nu nog niet. Dat is heel gek, maar... misschien ook nog omdat er nog een wedstrijd staat te wachten morgen. Maar nu... misschien zet ik het wel van me af, ik weet het niet. Heb je enig idee wat je teweeg brengt in Nederland? Nou, wat ik hoorde van die 3 kilometer, zal het wel heel veel zijn, ja. Maar ik vind het heel leuk. Ik weet dat er heel veel mensen opblijven en dat op zich vind ik al heel grappig. Want jij hebt het moeilijk, maar zij heeft het ook moeilijk om wakker te blijven, denk ik zo maar. Ja. Slaap lekker, meid. Ja, bedankt. Kijk, Tom. Daar was het cadeau uit Holland. Vanavond gearriveerd. Ik denk dat Hans Muller van het NLC erachter zit. Houd hè. De laatste beelden van die vlog van vanavond uit. Isn't that terrific?